Alle leerlingen hier op school van klas 1 tot en met 4 die hebben een nexus. Dat betekent dat ze een aantal uren in de week zelf kunnen inzetten om te besteden aan bijvoorbeeld ondersteuning van lastige vakken, maar ook aan verdieping van vakken waar zij meer interesse in hebben. Of juist in de Nexus Academy. En daar gaan ze dus met kunst en cultuur en sport en bewegen aan de slag. Je kan heel veel dingen in de Nexus doen, zoals ondersteuning, uitdaging, maar ook een soort van workshops of nieuwe dingen leren en zo. Losse projectjes doen, zoals dus de musical of vergeten geschiedenis of dat soort dingen. Ja, vooral dan de lange termijn projecten zijn dan meer de coole dingetjes zeg maar, die je eigenlijk wil doen. En dan als je dan echt ondersteuning nodig hebt en zo, dat doe je dan gewoon per week in rooster. En dat is wel fijn dat je dat gewoon dan los kan doen. Je hebt ook modules, dus bijvoorbeeld modules Spaans of lasersnijden. Vrij muziek maken voor de Musada. Dus het is eigenlijk een heel breed programma waar leerlingen uit kunnen kiezen. Dat doen ze naast de reguliere lessen. En we proberen ook met leerlingen een beetje samen te kijken wat voor hun de beste of de leukste keuze is. Dus daar helpen de coaches bijvoorbeeld bij. Dus we hebben een heel divers programma. Er zit eigenlijk voor ieder wel een heleboel wils tussen. Ik ben bij de debatclub gekomen door de Nexus, door de introductiecursus. Dat vond ik heel leuk, dus toen hebben ze mij gevraagd of ik het interessant vond om bij de debatclub te komen. Dan hebben we elke week hebben we met de debatclub zelf training. Dus dat is dan van leerlingen tot de tweede tot en met de zesde. Olympic Moves is een landelijke scholencompetitie waarbij er eerst op regionaal niveau gestreden wordt. Het is regio Zuid-Nederland waar wij aan meedoen met frisbee, voetbal, hockey, volleybal. En win je daar die regiofinales, dan ga je landelijk de finale tegen andere scholen spelen. Flowspace is onderdeel van de Nexus-uren op het Willy Brocht Gymnasium. En eigenlijk krijgen leerlingen de kans om een eigen project op te zetten en ook in de buitenwereld, dus echt in de praktijk, te ontwikkelen. Ik doe dan Flowspace en daar ben ik bijvoorbeeld een eigen televisieprogramma aan het maken. Leerlingen gaan vaak aan de slag met nieuwe technieken die ze zelf interessant vinden, bijvoorbeeld virtual reality. Maar er is nu ook een leerling bezig met het zelf ontwikkelen van een 3D-printer. En ze krijgen gewoon heel veel ruimte en vooral ook autonomie om echt zelf een project op te zetten. Ik doe meerdere projecten bij Flowspace, zoals probeer ik hier de kantine op school te vernieuwen. En heb ik een film gemaakt, ga naar niets. En zo doe ik nog veel meer dingen, werk met bedrijven samen tot aan met Geert een film maken. Ja. Ze doen daarbij ondernemersvaardigheden op, ze leren plannen. Ze ontwikkelen vaak al op jongere leeftijd een echte ondernemersmindset. Dus wat komt er kijken bij ondernemerschap? Wat voor afspraken moet je maken en hoe maak je die afspraken? En in de Flowspace uren op school, dus in de Nexus uren, reflecteren we ook op wat ze hebben meegemaakt. Dus ze gaan zelf aan de slag met het project. En we kijken ook echt vanuit wat ze dan heel hip noemen de 21ste eeuwse vaardigheden. Vanuit dat kader kijken we ook met de leerlingen één op één in reflectie terug wat ze van situaties kunnen leren. En daar leren ze dan hopelijk ook van.